Goed mannen. Ik neem aan dat alles goed is gegaan. Intrapa o Montobana. Tempi o Zekra. Je kon hem niet meer vinden? Oké, dus zal hij wel gepakt zijn. Gelukkig zit ik daar niet mee, maar genoeg erover. Voor het geval je het nog niet door hebt. We hebben oorlog met Kingdom Kunki. Ze zijn meerdere malen op ons grondgebied gekomen. Ze hebben meerdere soldaten vermoord en ze hebben er zelfs één gevangen genomen. Lanterra, Lana Bruta. Dus, om wraak te nemen, moeten we eerst hun aandacht zien te trekken. En ik weet al precies hoe. Bully! Ik ga een van hun bondgenoten verwoesten. Het schijnt zo te zijn dat ze dicht bij Kingdom Kunki liggen, dus de kans is groot dat ze dat zullen horen. En, als we de aandacht van ze hebben, dan gaan we door naar fase 2. Ze uitroeien. Koen, ik moet je wat vertellen. En wat is er dan zo dringend dat het niet even kan wachten? Ik heb gehoord van Tobias dat onze bondgenoot, Kingdom Grote Wijsheid, aanval is. Hun hele kingdom is weggevaagd. Rustig aan, jongens. Het waren vast rovers en bandieten. Die kwamen plunderen. En ja, weet je, die laten ook niet zoveel. Het waren zeker geen rovers of iets dergelijks. Dan zouden er een paar huizen maar kapot zijn. Tobias omschreef het als een compleet verwoest. Ja, ik geloof eigenlijk niks van, maar oké, we gaan wel even naar ze toe. Dit is het. Moet je kijken. Het is helemaal kapot. Inderdaad, je kan bijna wel zeggen dat dit door goden komt. Ja, maar goden verwoesten geen kingdoms voor de lol. 3 keer raden wie dat wel doen. Ja, Empire. Precies, dus... En wat dus? Dus, wat gaan we hier tegen doen? Ja, ik weet het niet. Het is... Moet ik zeggen, wel erger dan wat we tot nu toe hebben gezien van ze. Klopt, maar we zijn voor zover. We weten de enige die Empire kan verslaan. Ja, je hebt gelijk. Ik kan, als ik mijn best doe, de coördinaten van deze gozer bepalen. Is het nodig, want ik weet al waar hij naartoe gaat. Heb je het naar je zin, Empire? Daar is hij eindelijk. Oh, je zat al op me te wachten. Ja, ik dacht eigenlijk dat je wel sneller zou komen nadat ik je bondgenoot heb verpletterd. Zwakkelingen als zij verdienen het niet te leven. Ik zal hen wreken. Hoe dan? Ik, Koning Koen, koning van Kingdom Kunki, daag je uit voor een 1-1 gevecht. Oh, de kleine heeft het best ballen gekregen. Wat is er? Bang dat ik jou ga neuken, net als bij je moeder? Dat klinkt best game, maar goed, ik neem de uitdaging aan. Morgen bij soms opkomst. Van het gevecht van je leven gaan beginnen. De winnaar blijft en de verliezer vertrekt en komt nooit meer terug. Afgesproken.